Ik heb de afgelopen 4 jaar Maxxis banden, omdat ik hou van grip. Maar er komt veel rolweerstand bij kijken. Vandaag wil ik de cryptoval van Continental erop zetten. Om te kijken of dat verschil maakt. En het eerste wat we gaan doen is wegen nadat we de band eraf gehaald hebben uiteraard. Cryptoval heb ik voor Sinterklaas gekregen. Yay! Hoe wist hij nou wat ik wilde? En nu komt er een heel leuk doosje. Vind ik zelf. Het is een 27,5 2.4. En hier staat een heel handig overzicht van alle compounds die ze hebben. Wat voor soort rijstijl. Nou, hoe sterk die is en waar die voor bedoeld is. Dit is hoe de Maxxis verpakt is. Met alle handige informatie die je nodig hebt hierboven. En nog wat meer uitleg aan de achterkant. Zoals je ziet, een heel andere manier van. Ik weet nog niet welke ik fijner vind. Marble, wat ben je aan het zoeken? Wie ben je aan het jagen? Nou, dit is dus de band die ik nu op mijn fiets heb zitten. Dat is een Asakai 25,5, 2.5, 3C Max Grip, Exo Plus. En die ziet er gebruikt uit. Ik heb mijn fiets in een fietsenstandaard. Dat vind ik zelf heel fijn werken. Kan overal makkelijk bij. Voorwiel eruit en dan is het een kwestie van lucht eruit, band eraf. Meestal als je een band leeg wil laten lopen, is het handig om de velfkoorden uit te halen. Als je net zo geduldig bent als ik. Maar ik heb speciale velfs. Yep. Don't work so good. De CryptoFall in zijn verpakking. In gram. 1,17. En de Maxxis. Asagai nieuw. Low battery. Zo zwaar zijn de Asagais dus. Als hij mij liever dingen brengt, hè? Zoals dode vogeltjes. Wil je dan ook opruimen alsjeblieft. De Asagai, nieuw 2.6. 12,35. Prachtig kitje van Melkit. Waar ook de velgen van zijn. There we go. Als je band eenmaal los is, dan is het meestal niet heel moeilijk om helemaal los te krijgen. Nou, dit is hoe de latex eruit ziet als je hem niet vaak genoeg vervangt. En je ziet het hier, er zit nog wel een beetje in de band en het is nog een beetje vloeibaar. Maar het is niet superveel. CryptoFall unboxing. Nou, wees je maar blij mee. Ah, hier is een opener. Zijkant eruit. Ook mooi opgerold. En in plaats van een ziptij zit deze unit omheen. Laten we eens zien hoeveel die weegt. Nog geen kilo. Vechten met de band. Dat wil natuurlijk. Kijk eens hoe mooi. Maar niet wat ik wil. Kijk, nu beginnen we te zien. Geel, ja. Anders dan Maxxis die ook geel heeft. Deze is voor trailrijden. Endurance compound. En hij heeft trail casing. En dat vinden we ook op de doos. Kleiner, smaller. Maar wel een hoop hetzelfde. Als iemand mij kan vertellen wat dat betekent, 54. Geen idee. Als je hem toch los hebt, een mooi moment om even je laars te checken. Oh, die voelen slecht. Heel slecht. Daar heb ik helemaal geen zin in. Maar je hoort het zelfs. Jammer. Een blinde lagentrekker. Ja, wat? Let op. Je hebt verschillende maten die er doorheen passen. Net wel, net niet. Dan draai je hem vast. En dan duwt hij een pen door het midden heen. En dan duwt hij ze uit elkaar, waardoor het lager vast komt te zitten. Vanaf de binnenkant. Dan kan hij niet meer door dat gaatje heen. Vervolgens trek je hem eruit met een hamer. Die schroef je eraan vast en kan je er veel kracht mee zetten. Dan deze erin doen, uitzetten, eruit trekken. Althans, dat is het idee. En dit is het lompstukje.
als je het dopje loopt, hè, wat makkelijker zo moet gaan dan dit. En dan zit de as en die kan er gewoon helemaal uit. Dan zie je dat het een hele simpele as is waar hier een lager er nog op zit met het dopje. En aan deze kant ziet het eruit en aan die kant zit de lager er nog in. Zeker of een binnenlagertrekker zo gebruikt zou moeten worden. Hey, but whatever works, right? En dit is hoe de as eruit ziet zonder zijn lagers. Dat was hem. Ja, die zijn niet heel geweldig meer. Het probleem is, ik heb ze recentelijk vervangen, vlak voor de winter. Dus dat is jammer. Ik zou willen dat mijn lagers langer meegingen. Wat doe ik verkeerd? En ik denk dat dit vaak een verschil is tussen wat duurdere merken en wat goedkopere merken. Dat ze betere lagerbescherming hebben. Helaas bestaan er 100.000 verschillende soorten lagers. Ook wel weer fijn, want dan is voor elke toepassing een lager. En als het goed is, heb ik nog wat reserve voorwiellagertjes. Ja, lijken er wel op, hè? Even schoonmaken. Ik koop deze per 12 of zo op internet voor vet goedkoop. Als ze 3 of 4 meer euro kosten, they're ripping you off, people. Seriously. Er is geen speciale voor fietsen. Deze is voor de auto-industrie. Het is allemaal hetzelfde, jongens. It ain't rocket surgery. Iedereen kan dit leren. Moeilijk is het niet. Past allemaal net, niet net wel. Moet erin geperst worden. Anders komt het natuurlijk los te zitten. En dat is niet de bedoeling. Nou, hoe krijg je schone nieuwe lagers netjes erin? Dat is eigenlijk maar één goede manier. Met een lagerpers. Je zoekt dezelfde maat die wordt. En die perst hem erin. Easy as that. Wat helpt zijn deze geleidestukjes. Die je mooi recht houden. Want scheef. Dan gaat er van alles stuk. There we go. 68,3, dat was hem. En die passen dus precies mooi op. Ook hierin een hele dure is echt mooier hoor. Maar het is niet noodzakelijk. Als je dit veel gaat doen, koop gewoon een goede dure set. Niet zo'n 30 euro setje als ik heb. Het moet nooit al te moeilijk gaan. Handig is wat montagepasta, dan kan je hem de volgende keer wat makkelijker uitkrijgen. Gaat er ook wat makkelijker op. En vast is vast. Je zet ontzettend veel kracht met schroefdraad. Niet vergeten. Oepsie. Eerst invetten. Dan pas erop duwen. Zorg wel dat je schroefdraad er helemaal doorheen zit. Zodat je niet maar een klein stukje meepakt. Maar het hele ding. En dan draai je hem er zo in. Dus het kost niet super veel kracht. En nu begint die stroeven te lopen. Tijd om te stoppen. Je kan beter 8 keer te zachtjes vastzetten en ietsje vaster zetten. Dan veel te strak. En dingen kapot draaien. En dan zie je dat de lager er mooi in geperst zit. En aan deze kant ook. Deze as moet dus niet heen en weer kunnen bewegen, dan weet je dat hij niet goed vast zit. En nu zit hij wel goed vast. En voilà, hij draait weer prachtig. Back to what we were doing. Als mijn wiel er dan toch uit is, kunnen we gelijk even controleren. Verder doet hij alles wat een professionele en een veel duurdere doet. Alleen dan een stuk goedkoper. En ik ben heel goedkoop. Nou, als je afvraagt wat dit nou weer is. Hiermee kan je wiel masseren. En dan word je zeer dankbaar. That's just bullshit. Don't listen to that. Hiermee kan je controleren of je wiel nog recht is. Dan zie je dat mijn wiel bijna recht is. Oeh. Let's fix that. Eén spaak. Daar zit schroefdraad aan. Een spaaknippel, die schroeft daarop. Hoe verder je deze aandraait, hoe strakker die gaat staan. Hier wordt hij vastgehouden in de velg. En hier wordt hij vastgehouden in je naaf. Ik heb straight pole schaken, spaken aan de voorkant, wat irritant kan zijn. En aan de achterkant heb ik een nieuw wiel. En dan zie je dat ik J-band spaken heb, die dit stuk niet recht hebben, maar een haakje eraan. Alles heeft voor- en nadelen. Als je wil weten hoe het zit,
zoek het internet op. Ik ga je niet alles leren. Je hebt spaken aan de linkerkant en aan de rechterkant. En als je ze aan deze kant strakker zet, trekt hij je wiel die kant op. En als je ze aan deze kant strakker zet, trek je ze die kant op. Je zet ze strakker door dat schroefje aan te draaien. En ze zijn vierkant en daar heb je dus een spaaksleutel voor nodig. Die past daar dus mooi in en dan kan je hem draaien. Gaat hij verder goed, Marvel? Als ik aan deze kant knijp, dan zie je dat het wiel die kant op beweegt. Dus dat gaan we even fixen. Met de spaaksleutel. Dat getik wat je hoort is het wiel wat protesteert. Kleine beentjes. Beslist goed genoeg. Maar eerst wat thee. Een band heeft een draairichting. Ik weet niet hoe goed het te zien is. Maar hier staat rotation. Je kan het ook wel zien aan de nopjes. Dit is hoe ze horen bij een voorband. Die kant op. Het enige wat je dan hoeft te doen is zorgen dat je snapt aan welke kant je wiel zit. Bij mij zit een remschijf aan de linkerkant, dus dat is altijd makkelijk. Dan doe je band erin. Band erin kan soms tricky zijn. Nou, heerlijk hè, die banden. Oké, goed, blijf. Wat heel belangrijk is volgens velen, is dat je ventiel in de buurt zit van je logo's. Dus laten we dat maar gewoon doen. Meestal kan je de band er relatief makkelijk op wippen. Zou je geen tools voor nodig moeten hebben. En hetzelfde doen we dan aan de andere kant. Natuurlijk, als je de ene kant erin doet, let op die kant, die laat dan weer los. Dus twee tegelijk helaas. Het laatste stukje wil soms heel moeilijk zijn. Ik denk bij deze band dat het mee gaat vallen. Maar dan ga je checken of deze rand helemaal in het midden ligt. Want in het midden is de gootte diepst. En is dus de diameter van de rest van de band die over de rand heen moet. Niet zo groot. Als je afvraagt waarom ik nog geen vloeistof erin heb gedaan, is omdat ik een heel mooi milkit systeem heb. En dat werkt dwars door het ventiel heen. Et voilà. Fijn hè? Maar als experiment gaan we hem eerst proberen op te pompen zonder vloeistof erin. Om een tubeless band op te pompen heb je nodig één pomp. En als het echt niet lukt, een zelfgemaakte bom. Of een gekochte bom. Of natuurlijk nog fijner, een compressor. Waar het om gaat bij tubeless banden, is dat deze rand er overheen moet schieten en in dit randje hier moet vallen, zodat hij vast blijft zitten. Het is een soort haakjesysteem. Hij moet erop haken. En dat houdt hem luchtdicht. Natuurlijk, als de band er zo in ligt, dan wil alle lucht makkelijk ontsnappen. Dus we gaan gewoon even proberen te pompen zonder valvecore erin. Ventiel binnenkant. Wat is het Nederlands voor valvecore? En eens kijken of die wil spelen vandaag of niet. Valt niet tegen. De band is aan het uitzetten. En als die over dat randje heen valt, want er komt steeds meer druk op, dan hoor je soms echt dat hele harde pong, ping. Dat hoort, dat is een goed geluid. Dat is wat hij wil. Hoor je dan? Wat je aan het zoeken bent, is dit lijntje. Dit lijntje moet overal evenwijdig aan de velg zitten. Dan weet je dat hij goed uitgezet is en goed geseat is, zoals dat heet. Als dat niet zo is, dan gaat je band dit doen. En dat ga je zeker merken. Marvel, wil jij naar binnen? Is dat waarom jij zo mout? Wat een diva, jongen. Echt. Het is alsof je een kind erbij hebt. Ligt ook aan ons, maar katten zijn ook wel leuk, hoor. Deze band zit er goed in als het goed is. En om even te checken of die echt goed is, doe ik hem even in het wiel. In het frame, sorry. Wat je natuurlijk ook kan doen als je zo'n mooie unit hebt als ik. Dus hem daarin zetten. Maar dit werkt ook. En is een stuk goedkoper. Want de fiets heb je al, ga ik vanuit. Nou, nu kan je dus kijken of je band heel erg op en neer beweegt of niet. En bij mij is dat niet het geval. Dus daar ligt mooi. Je hoort wel de remschijf aanlopen. Dat is het volgende wat we aan gaan pakken. Maar ziet er geel uit. Zeg ik geel? Ik zeg geel toch? Ik zeg geel. Later. Staat op hoeveel je ongeveer nodig hebt. 80 tot 100 milliliter. Eerst even de druk eruit. Als het goed is blijft mijn band nu om mijn velg in zitten.
Je hebt ook wel eens dat ze weer terugtrekken. Dat is geen ramp. Het is fijner als hij dat niet doet. Je schroef hem erin. De enige viezigheid is dit stukje. En dan doe je squeeze. Easy does it. Nou, er zitten 100 milliliter vloeistof in. En dat wil zich verspreiden over de gehele band. Zodat het niet uitmaakt waar er een lek komt. Dat de vloeistof dat gaatje vult. Wat de vloeistof nog meer doet, is als je band niet helemaal lekker op je velg zit. Dat hij dat gat dan ook vult. En hoe moet je dat doen? Nou, als volgt. Ja, dat was makkelijk. Je kan hem ook heen en weer gaan schudden. In mijn ervaring is dit voldoende en daarna is het gewoon gaan fietsen. Centrifugale kracht. You know, science. En dat is het bij milken. Dat is makkelijk. Super easy, barely an inconvenience. Maar goed, dit is dus waarom een bandje vervangen bij mij soms een uur duurt. Om te voorkomen dat die latex allemaal troep aan gaat trekken, zet ik hem altijd gelijk even af. Velgkoord weer in. Klaar is Kees. Ik ben goedkope Hollander, dus ik koop graag dingen op Ali per ongeluk. As weer vastzetten op de juiste newtonmeters. Hoppie. Handig doeltje. Super goedkoop. Zorg dat je dingen niet meer kapot maakt. Twee boutjes los. Goeie draai geven. Vastzetten, goed vasthouden. Idee is dat hij zichzelf nu centreert. Werkt vaak, niet altijd. Dan maar old school method. Zelf kijken. Al een stukje beter. En voor nu genoeg, want ik ga toch de remblokjes binnenkort vervangen. Ze slepen niet heel erg meer. Klein beetje nog. Goed een wiel heb met een goede band die lekker makkelijk vastging. Maar als dat niet lukt en je hebt veel druk in één keer nodig, dan kan je zoiets doen. 150 PSI. En dat kleine dingetje. Juist. Het idee is dat je die dus in één keer op de band duwt en dat hem heel snel volpompt. Beetje zoals een compressor. Maar dan nog maar eens weer. Goeie koper. Want daar houden we als Nederlanders van, hè. Dubbeltje, eerste rij, je kent het wel. Dan duw je deze best wel hard op en dan hou je hem vast. En nu is die al vrij hard. En dat helpt dus heel vaak als je band er niet in één keer goed op wil. En dat kan zo'n frustrerend proces zijn. Als je echt ermee zit, ga gewoon even naar een fietsenwinkel. Die hebben allemaal een compressor. Vaak haal ik je zelfs buiten. Pomp hem dan op. Save yourself the hassle. Red je huwelijk, serieus. Done.